De regering blijft zich inzetten om de armoede in het land te bestrijden. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de voornaamste oorzaken reeds in kaart zijn gebracht en daar wordt aan gewerkt. De hoge koers, de inflatie en de COVID-19-situatie zijn onder meer factoren die hebben bijgedragen aan de armoede. Santokhi zegt dat met de wisselkoers, die al ruim een jaar stabiel is, de bron van armoede structureel wordt aangepakt. Ook de COVID-19-situatie is thans redelijk onder controle en de meeste restricties zijn opgeheven, zodat ook deze bron is aangepakt. Ofschoon hij nog wel doorwerkt, omdat een aantal bedrijven weer moesten opstarten en het toerisme nog niet op het oude niveau is. Maar we blijven als regering ook waakzaam met betrekking tot de ontwikkeling van de coronasituatie, meneer voorzitter. De inflatie speelt nog een sparte, maar ook daar wordt hard aan gewerkt, zodat de inflatieverwachting voor dit jaar op de helft van het vorig jaar wordt geschat. En de minister heeft daarover alle informatie al gegeven, de minister van Financiën. En naast het aanpakken van de oorzaken, want je moet ook die kraan dichtdraaien, zodat de emmer niet blijft overlopen, vindt directe armoedebestrijding ook plaats. Via uitkeringen aan kwetsbare huishoudens en personen. En de regering heeft in januari dit jaar het bijgesteld sociaal vangnet 2022 goedgekeurd. En zodra de begroting is goedgekeurd, zal dit ook volledig worden uitgevoerd. President Santokhi wijst erop dat sinds het aantreden van deze regering de sociale uitkeringen regelmatig zijn verhoogd. Dit is een manier om het koopkrachtverlies als gevolg van inflatie te compenseren. Hieruit blijkt ook dat wij hard hebben voor deze groepen en wij zullen de bedragen waar mogelijk steeds blijven aanpassen. Meneer voorzitter, via de bovengenoemde uitkeringen bereiken we meer dan 200.000 personen en daarom worden deze uitkeringen door IMF dan ook gezien als zeer belangrijk. De IDB is niet blijven zitten, meneer voorzitter, en heeft ook erkend en inmiddels ook ondersteuning getekend middels een financiële injectie van 30 miljoen Amerikaanse dollar om ons sociaal vangnet ook te ondersteunen. Het staatshoofd verwacht dat de regering hiermee in staat zal zijn om de subsidies beter te reguleren. President Chandrika Prasad Santokhi sprak gisteren in de Nationale Assemblee bij de behandeling van de begroting over